We zijn in Buren bij Fischer Klassiek, het klassieke automuseum van Henk Fischer. En Henk heeft momenteel een collectie vol met Alpines en Renault Sport gehuisvest, namelijk van VKV Group Heritage. En laat dat nou toevallig van zijn broer zijn, Chris Fischer. Wij hebben een afspraak met hem en we gaan al het moois bekijken. En geheimpje, hij gaat een deel verkopen. Hey Chris. Hey Yvette. Dankjewel dat wij hier mogen spieken bij jou. Het is net een soort van een mancave waar ik terecht kom. Ik weet niet wat ik zie. Ja, nou, dankjewel. Want dit is jouw persoonlijke collectie, hè? Ja, correct. Ja, ik was 22 toen ik Renault dealer werd. Ja, toen kon ik eigenlijk alleen maar dromen van deze auto's. En bijvoorbeeld hier staat een Renault 5 Turbo. En ja, toen maakte ik bijvoorbeeld een schaalmodelletje met het idee van ja, ooit wil ik nog zo'n auto bezitten, zeg ja. Maar. Welke auto's mogen bij jouw collectie? Nou ja, op zich ooit heel vroeger een auto gerestaureerd. En toen heb ik gewoon gemerkt hoe moeilijk het is om een auto echt in een perfecte conditie te krijgen. En echt ja. Ieder detail correct. Dus toen heb ik eigenlijk besloten van ik restaureer nooit meer een auto, maar ik koop alleen maar de allerbeste exemplaren die je kan krijgen. Het moet al goed zijn. Ja, ja. Het moet gewoon perfect zijn. Ja. Ik zou zeggen, neem ons mee naar de eerste die je wil laten zien eigenlijk. Dus dit is de auto waar jij je jonge jaren indruk hebt meegemaakt op alles en iedereen, of niet? Nou ja, misschien dat niet. Het was eigenlijk mijn eerste droomauto. En het duurde eigenlijk tot eind 87 dat ik dacht van ja, ik kan me zoiets wel permitteren. Ja. Dus dit was eigenlijk mijn eerste echte supercar. Zo kun je zag ik dat toen zeker wel. Ik was toen 25. Dus ja, dat was gewoon waanzinnig om zo'n auto te kunnen rijden. Ja. En wat heb je nog een leuke anekdote dan hierover? Ik kan me herinneren dat ik ging dit jaar naar Le Mans toe. Dat ik van Parijs richting Le Mans reed. En dan kwam er een Alpine V6 Turbo kwam er voorbij zetten. En ik ook gas erop en erachteraan. En dat je echt een half uurtje achter elkaar reed. Ja, dat zijn gewoon gave herinneringen met zo'n auto. Ik zie nog een twinkeltje in je ja, ogen. Maar dat is zeker zo. Maar waarom deze, Chris? Heb jij een speciale band? Nou ja, eigenlijk niet. Ik heb bij deze auto ook echt specifiek gezocht naar de beste auto. De auto heeft 80.000 kilometer gereden. Dat is eigenlijk heel veel meer dan andere auto's uit mijn collectie. Alleen hij komt uit Italië en hij is echt in perfecte, eigenlijk overal, de onderkant. Ik heb bij deze auto de onderkant ook met ijs laten reinigen. Dus die auto is gewoon echt van alle kanten, gewoon 100% nieuw, eerste lak. En ja, ik kon geen tweede vinden in deze staat eigenlijk. Dus ja, gewoon een super auto. De Turbo 2, is dat de instapturbo? Nee, het is eigenlijk zo dat Turbo 2 die is eigenlijk gemaakt omdat de Turbo zelf zo succesvol was dat Renault nog een extra serie heeft gemaakt. Want eigenlijk, ik was op zoek naar zo'n auto. En er stond er eentje te koop. Die was twee keer zo duur als de gemiddelde auto. Dus ik denk, en die had ook 18.000 kilometer gereden, dus die wilde ik eigenlijk kopen. Ik wilde zeggen, dat is iets voor jou. Maar ik vond hem eigenlijk wel duur, zeg maar. Ja. Dus toen was er een meeting van de Renault Sportclub. En toen zag ik een aantal van die turbo's. En die mensen die vertelden ook wat de waarde van die auto was. En ja, toen was die auto die te koop stond ineens eigenlijk heel goedkoop. Vergeleken qua kwaliteit en wat het was. Ja. Dus toen ik 's avonds thuis kwam, gelijk naar mobiele, op internet, gelijk kijken. En die auto die was weg. Oh. Dat was echt gewoon shit. Gewoon op die dag verdween die van internet. En dus ik bleef wel doorzoeken. Dus toen heb ik de second best option gekocht. En dat was deze Renault 5 Turbo 2. Ja. Deze auto was helemaal origineel. Alleen de portieren waren wat ingescheurd. En uiteindelijk heb ik besloten om deze auto te kopen. En hem helemaal niet gerestaureerd, maar gerefurbished. Dus hij is helemaal overgespoten. Maar met alle panelen eruit. Dus alles is van binnen, van buiten gespoten. Ja. Maar je ziet nergens afspuitranden. En wat heel mooi was toen, dat dingen als bijvoorbeeld de achterlichten, dit soort dingen, koplampen, dat was nog allemaal te krijgen. Dus ik heb
dat allemaal vernieuwd met deze auto. Vandaar dat hij eigenlijk ook qua smoel, qua indruk een hele, hele frisse auto is. En het was eigenlijk de bedoeling om deze auto te verkopen, want twee maanden later vond ik, kwam die auto toch, die andere auto toch weer op internet. En ja, die wilde ik eigenlijk gewoon per se hebben. Dus toen dacht ik, oké, dan ga ik deze verkopen. Maar je hebt gezien, dat is niet gelukt. En ja, dan kunnen we nu even naar die... Naar de opvolgster. Nou ja, dat eigenlijk... Tenminste, daar ging het om, toch? Daar kijken we nu naar. Ja, deze wilde je hebben. Ja, die 5 Turbo. Ik heb deze auto gekocht met, hij stond op Gotti velgen en er zat een sportstuur in. Maar voor de rest was hij eigenlijk echt 100% origineel. Toen ik hem kocht had hij 18.000 kilometer gereden. En het leuke bij deze auto is de aankoopnota van de oorspronkelijke eigenaar, dat hij hem bij de Renault dealer heeft gekocht met de radio en de matjes erin. Oh. Het is allemaal gedocumenteerd. Ja. Ja, de staat van de auto is echt fantastisch. Als we even naar achter de auto lopen, dan kun je ook zien dat zelfs de bescherming van de kofferruimte, die zit er nog op. Oh ja. Vanaf de fabriek zit dit erop. En bij de meeste auto's is dit allemaal verkleurd. Op zich als zo'n auto in Zuid-Europa staat, hij staat in de zon, dan verkleurt dat. Maar ik heb eigenlijk al deze auto's eigenlijk altijd bewaard in ruimtes zonder ramen. En eigenlijk geprobeerd altijd niet aan het licht bloot te stellen. Mm-hmm. Omdat dat eigenlijk de kwaliteit van de stof en alles gewoon heel erg beïnvloedt. Dus in zo'n staat, helemaal origineel, ja, dan vind je eigenlijk zo'n auto bijna niet. En hij heeft nu 22.000 kilometer gereden. En hij is gewoon die stoelen nog ook, wat gaaf. En ze waren ook genummerd. Uiteindelijk zijn er 1500 van deze auto's gemaakt. Het was eigenlijk een homologatieauto voor groep B. Dus zeg maar de portieren die zijn van aluminium, het dak is van aluminium, de schermen zijn van polyester, de motorkap is van polyester, de achterschermen zijn ook van polyester. Dus het is eigenlijk een heel andere auto dan een Renault 5. Natuurlijk, en de motor die zit achterin, dus ja, het lijkt op een Renault 5, maar het is gewoon een heel andere auto. En de achterwielophanging, dat is wel een heel grappig detail. De achterwielophanging is van een Alpine A310. Alleen bij de Alpine A310 ligt de motor, net zoals bij een Porsche 911, achter de achteras. Ja. En met deze auto hebben ze de as gedraaid. Dus deze heeft een middenmotor. Dus zeg maar qua gewichtsverdeling perfect. Is echt een perfecte auto. Dus ja, echt gewoon een rallyauto voor op de openbare weg. We hebben het net over de achteras van de 5 Turbo gehad. En die achteras die deelt hij dus met deze Alpine A310. Daar komt hij vandaan. En dit exemplaar dat is van 1984. Dat is een fase 2. Ik heb deze auto in 2006 gekocht van een Zwitserse meneer. Die had die auto nieuw gekocht. Hij op 54-jarige leeftijd had hij zijn bedrijf verkocht. En hij kocht een aantal... voor hem supercars zoals deze Alpine, een Chevrolet Corvette en Porsche en gewoon echt een aantal bijzondere auto's. Als een beloning voor het harde werken. Gewoon echt zijn droomauto's. Dat is ook de reden waarom hij eigenlijk nog maar zo weinig heeft gereden. Hij heeft 16.000 kilometer gereden. En ik durf eigenlijk bijna wel te stellen dat het een van de meest originele en mooiste A310 is die je kunt vinden. Wat spreekt jou precies aan in ieder geval het uiterlijk? Wat pakt jou? Ja, ik vind bij deze auto... ben ik eigenlijk verliefd op de staat van de auto. Okay. Zoals deze auto is, van onderen, deze hebben we ook met droogijs gestraald, schoongemaakt. Die auto is gewoon echt helemaal nieuw. Er is gewoon niets aan gebeurd. Van welke hoek je ook kijkt, het interieur. Het enige wat we aan deze auto hebben gedaan, is dat de velgen gerestaureerd zijn. Die hebben namelijk het nadeel dat al heel snel... spoortjes onder de lak komen. Dus die zijn bij deze auto gedaan. Maar voor de rest is deze auto ook helemaal eigenlijk in nieuw staat. Ja. En hier heb ik ook bijvoorbeeld de originele aankoop van de eerste eigenaar bij. En het leuke was toen ik deze auto kocht, toen moest ik onderhandelen met de buurman. Want de man was toen inmiddels 74 en kon niet mailen. En
Dus dat ging eigenlijk best wel heel... Dus dat ging via iemand anders? Ja, dat ging heel lastig. Ja. En de foto's die ik ervan had gezien, die waren ook niet zo... Denderend. Mm. Dus er werd over de prijs onderhandeld. Maar toen zag ik één foto en met die foto wist ik, ja, deze auto is echt nieuw. Dus heb ik hem ook echt ongezien gekocht. Ik wilde net zeggen, dus je bent er eigenlijk niet eerst heen gegaan. Je hebt hem echt vanaf foto's... Nee, maar, kopen. Nee, maar je moet, heel vaak komt het voor, dan kun je iets kopen, maar dan moet je het kopen in het moment. Ja, dat is een momentum, hè? Ja. Even later is die gewoon weg. Ja? Deze auto die was zo uniek, in zo'n unieke staat, dat als ik één dag gewacht had, dan was die gewoon verkocht geweest. Sowieso in deze kleur, fase 2, vind ik een hele mooie auto, maar de staat waarin die verkeert, ja, dat is echt, voor een liefhebber is dat echt uniek. Ja. Ja. Je zit naast Max en Jos Verstappen. Ja, dat klopt, dat klopt. Wil je dat even toelichten? Wat gebeurt hier? In Rotterdam heb je altijd evenementen gehad. Het auto's door de Formule 1 auto's door het centrum reden. Ja. En in 2013 werden wij hoofdsponsor. Zo heet het VKV City Racing. En tijdens dat evenement zag ik was Max in de kart en zijn vader in een Formule 1 auto. En na dat evenement waren er allerlei fotoshoots en toen zag ik eigenlijk dat die Max, wat me opviel, dat hij eigenlijk totaal nergens van onder de indruk was. Nee. Die jongen was echt zo gefocust, zo geconcentreerd. Dus toen dacht hij van ja, dat is echt wel een waanzinnig talent. Ja. En toen benaderde Ramon van Meulen mij van, wil je Max niet sponsoren in zijn carrière na de karts? Ja. Dus daar zijn we over in gesprek geraakt en uiteindelijk gingen we Max sponsoren. In 2014. Wat leuk dat jullie er zo vroeg bij waren. Nou ja, op zich, ik was echt oprecht overtuigd van zijn talent. Ja, heel mooi zo ook als herinnering hier. Ja, ja, en we konden op die manier natuurlijk ook alles displayen met bijvoorbeeld zo'n Nissan GT-R en eigenlijk alles. En dit is Max gewoon in de... En hier reed hij over de Willemsbrug, zeg maar. Ja. Dus ja, gewoon super, super uniek. Ja. Nou, nu weer terug naar deze mooie rode dame, want daar waren we. Wat is het verhaal hierachter? Ja, nou, deze auto, die, ik wilde graag op een gegeven moment, wil je dan een collectie compleet hebben. Ik had geen, V6 of geen V6 Turbo. Dus toen, vanwege ook de staat, hij heeft 19.000 kilometer gereden, heb ik deze auto gekocht. En hij is ook echt werkelijk nieuw. Misschien dat het wel leuk is om hier heel even een shot van de motor ook te geven, want dat ziet er ook heel indrukwekkend uit. Ja. Nu gaat de afdekking omhoog. Oh, wow. Dan zie je eigenlijk hier een heel indrukwekkend blok liggen. Ja. V6 Turbo, maar eigenlijk, ja, zoals je ziet, gewoon helemaal origineel. Ja. En wat wel is, dat bijvoorbeeld eigenlijk Alpine is eigenlijk begonnen als een hele gefocuste auto. Maar inmiddels was eigenlijk deze auto meer een Gran Turismo geworden. Een auto om lange afstanden te rijden, comfortabel en snel. Ja. In plaats van dat het echt een gefocuste rallyauto was. Ja. Maar het sportief is er niet vanaf, zo te zien. Zeker niet. Gewoon een heel mooi exemplaar. En ook de staat waarin die verkeert, dat maakt hem ook echt uniek. Ja. Ja. Wat ik eigenlijk van zo'n auto vind, dat die eigenlijk best wel ondergewaardeerd is. Als je kijkt waarvoor zo'n auto bijvoorbeeld te koop is, is nog steeds veel geld. Maar je koopt voor een acceptabel bedrag gewoon een nieuwe auto. Ja. En zeker met de looks en hoe die auto verder is, gewoon echt wel een, ik vind het persoonlijk echt een ondergewaardeerde auto. Ja, een bekende naam spotten we hier, Chris. Ja, ja, zeker. Deze auto heeft dus echt actie gezien met jou. Ja, ik heb met deze auto een keer of 3-4 de wintertrail gereden. Oh. Eigenlijk bijna altijd in de sneeuw. En daar is die auto natuurlijk ook echt voor gemaakt. Het is gewoon, als je kijkt, ook de A110. Die heeft natuurlijk ook de Rally Monte Carlo gewonnen. Wereldkampioen rally geweest. En hetzelfde DNA heeft eigenlijk deze auto. Hij weegt 825 kilo, is gewoon echt heel licht. Dat is echt heel licht, ja. Ik heb wel wat circuit training gehad en rally training en zo. Mm-hmm. Maar ik ben zeker geen goede coureur. Mijn probleem was dat ik dan bijvoorbeeld vrijdagsmiddags mijn pak uitdeed
en zondags of maandag in die auto zat en op proeven reed. En het duurde eigenlijk altijd tot donderdag voordat ik echt die auto voelde. Ja. En ook mee durfde te rijden, omdat die in basis ook wel een beetje onderstuurd is. Ja. Dus je moet echt die auto echt durven te zetten. Ja. En ja, daar moet je echt even gevoel voor hebben. En dat duurde bij mij echt altijd wel even, want ja, je wil eigenlijk ook niet tegelijk op de eerste proef afgaan en een paar uur verliezen. Dus ik reed eigenlijk dan in het begin te voorzichtig, ja. Voordat ik eigenlijk echt pas reed zoals je dat gevoel met die auto had. En hier hangt ook een poster. Wat trouwens ook wel heel leuk is, ik ben in 2013 werd ik door Renault of door Alpine gevraagd om lid te worden van de Alpine Advisory Board. Alpine werd opnieuw tot leven gewekt met de huidige Alpine die in 2018 op de markt is gekomen. Mm-hmm. En ik werd gevraagd als een van de twee buitenlanders om deel te nemen in het team om te adviseren over hoe die auto eruit moest zien en over marketing en eigenlijk allerlei andere dingen. En dan hebben we het over de A110, hè? De nieuwe A110. En dat was natuurlijk superleuk. En in de tijd, toen was ik net deze auto ook aan het bouwen. Toen heb ik aan Anthony Villain, de ontwerper van Alpine, gevraagd ook van ja, kun je een design bedenken voor deze auto? En die heeft eigenlijk de kleuren en het design verder van de auto heeft hij eigenlijk bedacht. Ja. En dat hebben we op de auto aangebracht. En zo ben ik ermee gegaan. Je hebt hem dus meerdere winter trials heel gehouden. Klopt. De voorspoiler beter dan dat ik. Nee, de voorspoiler die is op een gegeven moment gesneuveld. We komen bij een Alpine A310 V6 terecht. En dit is een auto van 1982. En in 1982 kon je als optie bij zo'n auto bestellen een groep 4 carrosserie. En dat is eigenlijk wat je hier ziet met deze verbredingen ja. En met deze velgen. Die wielen, wauw. Ziet er zo gaaf uit. Ja, het is gewoon een ontzettend spectaculaire auto om te zien. En uiteindelijk heeft de fabriek, is dit ook een standaard versie van gaan maken. Het werd dan een pak GT die in 83 leverbaar werd. En toen werd die eigenlijk meer verkocht als de gewone versie. Okay. Omdat een Alpine is qua, een 310 is qua model best wel heel mooi. Maar deze is wel gewoon heel vet. Het is gewoon echt een ontzettend dikke auto. Dit exemplaar komt ook uit Zwitserland. Hij heeft 32.000 kilometer gereden, of inmiddels 33.000. In totaal, zolang in de 20 jaar dat ik hem heb, is er 1000 kilometer mee gereden. Het unieke van deze auto is ook dat hij helemaal eerste lak is. Behalve op de voorspoiler na. En de velgen die hebben we gerestaureerd. De auto is ook helemaal droog ijs gestraald. Maar eigenlijk ook echt een unieke auto in zijn staat. Met een origineel interieur, originele matten. Gewoon eigenlijk zoals je hem zou willen hebben. Ja, ja. En wat wordt de volgende nu? Even kijken, het lijkt me leuk. We hebben 3 Megane's in de collectie om daar nu mee te beginnen. Oké. Ja. Wie van de 3? Nou, laten we beginnen bij de oudste van deze auto's. Dat is de Megane R26R. Ja. Deze auto is eigenlijk gebouwd om als Nürburgring special. Renault wilde het record voor vierwielaandrijf of de Nürburgring vestigen. Wat was de oplage dan hiervan? Er zijn er 400 van gebouwd voor de hele wereld. Dat is weinig. Ja. En wat ze bij deze auto hebben gedaan is vooral gewicht eruit halen. Dus hij is iets van 175 kilo lichter geworden. En dat is gedaan door de motorkap van carbon te maken. De stoelen zijn van carbon. Rolkooi erin. Rolkooi zit erin. Plexiglas ruiten. Titanium uitlaat. Maar jij zegt titanium uitlaat, dat moet goed klinken. Dat klinkt goed, alleen het grappige is dat bij deze auto, wat ik het mooiste vind, is dat je echt het aanzuiggeluid van deze auto. Het is gewoon echt een hele nijdige auto om mee te. Of ja, dat hoort. Dat is echt best wel gaaf, maar het is geen brullen in de uitlaat of zo. Het is vooral binnenin die turbo hoor je. Ja, dat aanzuiggeluid vooral. Ja. Gaaf.
En wat ook wel leuk is, dat Renault Nederland, die zag eigenlijk geen markt voor deze auto in Nederland. Toen hebben wij als VKV, 10 van die auto's bij Renault Sport direct gekocht. En daar zaten ook van die plaatjes in van specially built voor VKV. Oh, wat gaaf. Ja. En die hebben we toen op de markt gebracht. Dus jij durfde het wel aan om er een paar te kopen en je dacht, die raak ik wel kwijt. Nou ja, ik ben altijd heel erg optimistisch. Wat Renault Nederland niet durfde, dacht jij, ik omzeil ze en ik op zich, zij vonden dat natuurlijk ook best wel leuk dat, ja. dat die auto werd gebracht. Maar het is ook gewoon echt een hele bijzondere auto. Bijvoorbeeld Autocar zette die auto in een test naast een Porsche 911 GT3. En dan op dat niveau functioneert zo'n auto. Het is echt in zijn soort echt een waanzinnige auto. En waar kijken we hier achter ons naar dan? Wat zijn de verschillen? Even kijken, ja, dit is zeg maar de Mégane 3. Daar bouwde Renault ook eigenlijk een Trophy A van. En eigenlijk een beetje geïnspireerd door het bouwen van wat gewicht met een auto doet, hebben wij als VKV-groep besloten eigenlijk een hele lichte Mégane te bouwen. En toen hebben we eigenlijk geprobeerd om alle delen die we van carbon konden maken, zijn van carbon gemaakt. En uiteindelijk werd deze auto 275 kilo lichter dan de standaardversie. Wow, okay. En standaard had deze auto in die tijd 275 pk. En we hebben hem eigenlijk gechipt naar 320. Niet heel veel vermogen erbij, en iets meer koppel. Ja. En in samenwerking met eigenlijk al deze bedrijven bouwden we de auto. Want Raceservice Simonus in Vianen, die bouwde uiteindelijk de auto voor ons. En het resultaat was een rondetijd van onder de juiste omstandigheden van 1 minuut 56 op Zandvoort. Dus met gewoon straatbanden erop. Maar eigenlijk een tijd die een Nissan GT-R of een Ferrari 458 ook op dat circuit neerzetten. Heb jij die tijd neergezet? Die heb ik niet zelf neergezet. Okay. Nee. Laatste kind van de verzameling, tenminste de Mégane-verzameling. Ja, klopt. Ja, dit is een trofeejaar van die is geïntroduceerd in 2019. In 2020 zijn de auto's op de markt gekomen. Dat is eigenlijk de laatste Nürburgring special van Renault. Hij heeft ook het onderrecord op de Nürburgring voor voorwielaandrijvers weer verbeterd. En ook, ook best wel een extreme auto met een kooi erin, zonder achterbank. Zo licht mogelijk gemaakt, ook een carbon motorkap. Ja. En ook een waanzinnig potente auto. En wat eigenlijk het mooiste is, wat ik het mooiste onderdeel van deze auto vind, dat is de achterkant, de diffuser. Hij heeft gewoon een hele vette diffuser. Met ook de titanium uitlaat die je daarin mooi ziet. Ja, het is gewoon de laatste van zijn soort. Ja. We zijn natuurlijk nu heel druk bezig met het elektrificeren van auto's. En zo'n auto zal gewoon nooit meer gebouwd worden. Dus eigenlijk is dat al reden genoeg om hier interesse in te hebben, zeg maar. Ja, dat maakt hem best wel heel bijzonder. En dit exemplaar is nog nieuw. Hij heeft 54 kilometer gereden, dus hij is nog helemaal maagdelijk. Ja. Niet gewoon helemaal perfect ook. Dus in die zin paste die wel in de verzameling. Ja. Maar ja, hij is natuurlijk het is een hele moderne auto natuurlijk. Dit is eigenlijk een nieuw hoofdstuk wat betreft de Tour. De Clio, die hebben we nog niet gehad. Ja, we staan hier bij een Clio V6 fase 2. De Clio werd geïntroduceerd, de V6 werd geïntroduceerd in 2001. En die werd ontwikkeld en gebouwd door Tom Walkinshaw in Finland. En dat was wel qua opzet in basis wel dezelfde auto. Alleen was eigenlijk niet wat het zou moeten zijn qua afwerking, maar ook niet qua weggedrag. Dus eigenlijk heel kort daarna kwam de fase 2, dat is deze auto. En die werd gebouwd in Jeb bij Renault Sport. En is eigenlijk ook helemaal door Renault Sport ontwikkeld. Dus zelfs de wielbasis en dat soort dingen werden allemaal veranderd. En dit is eigenlijk gewoon wel een hele, een heel fijnrijdende auto. Comfortabel, snel en eigenlijk qua opzet ook middenmotor. Ja. En dit specifieke exemplaar heeft 8000 kilometer gereden. Dus eigenlijk ook gewoon nog helemaal nieuw. Met deze auto introduceerde Renault
de subbrand Gordini weer. Want je had natuurlijk vroeger echt wel hele unieke auto's, de Renault 8 Gordini, 12 Gordini. Alleen toen stond Gordini eigenlijk voor een hele sportieve versie, die lichter was, die sneller was. Ja. En eigenlijk hier gebruikten ze hem als, dit is eigenlijk een veel luxere versie. En dat was eigenlijk niet wat het publiek verwachtte. Okay. Dus als je hem ziet eigenlijk als een hele luxe Clio RS, want hier zit ook een cupchassis onder, dan is het denk ik wel oké. Okay. Maar de term Gordini past eigenlijk, dekt eigenlijk niet de lading. Misschien meer een daily, wat meer luxe comfort. Ja. 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 Ja, op zich qua rijgedrag en zo is het gewoon wel een hele strakke auto. Dat, stug genoeg. Ja. Ja, 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 ja. Ja, en weer eigenlijk nog de laatste Alpine, voordat eigenlijk het verhaal tot en met 2018 eigenlijk een beetje doodviel. Dit is een A610, er zijn er ongeveer 800 plus van gemaakt. Feitelijk was dit dat Renault eigenlijk een extreem luxe sportwagen bouwde in een prijssegment waar ze eigenlijk nog nooit actief waren geweest. En ik denk, als je puur kijkt naar afwerking en hoe de auto rijdt, is dit wel een van de beste Alpines. Want qua prijssegment voor mijn beeldvorming, wat kostte dat toen dan? Ik denk dat hij toen iets van 180.000 gulden was. Maar dat was best wel heel veel geld. Fors, ja. Ja, best wel heel veel geld. Maar daarom zijn er waarschijnlijk ook zo weinig van gebouwd. Maar als je puur kijkt nu van, is het ook een waanzinnige GT. Ook qua afwerking, qua leer en ook qua degelijkheid. Gewoon echt een... gewoon een hele goede auto. En dit exemplaar heb ik gekocht met ongeveer 22.000 kilometer. Hij heeft nu 44.000 gereden. En dus in het begin heb ik hem ook best wel veel gebruikt. Daarna heb ik hem aan een vriend verkocht. Ja. En die heeft er ook, denk ik, een 8.000 kilometer mee gereden of zo. En toen? Dus, ging je missen. En nu staat hij weer hier. Nu staat hij weer hier. Ja. Ja. Hey, ik vind die velgen zo gaaf, dat dat zo dichtgewerkt is. Ja. Is dat ook iets aerodynamisch geweest? Ik denk sowieso aerodynamisch en ook een kwestie van design. Ja, je ziet heel veel aparte elementen terug erin. Ik vind het zo gaaf. Ja. Heel bijzondere auto. Zeker. Hier staan we bij de Renault Sport Spyder. Sport Spyder die werd geïntroduceerd zonder voorruit. Dus de sportspijnen zonder voorruit wordt ook geleverd met helmen. En dan zat zeg maar een soortement windgeleider. Dat je ook wel bij enkele speciale Ferrari's ziet. Die de wind zeg maar over de inzittende moest leiden. De motor die deelde die met een Clio Williams. Dus een 2 liter 16V. Wat was het idee, wat was het concept achter deze auto? Ik denk dat Renault gewoon een gekke auto wilde bouwen. En ook een auto die ze wilde gebruiken voor merkenraces. Vandaar is die wel... Renault, er is een speciale Sport Spyder Cup geweest die rondom zeg maar, de Formule 1 races werd gebruikt. Dus eigenlijk gewoon een marketingobject. Ja. En inderdaad ook een auto die, nu koop je zo'n auto tussen de 40.000 en de 50.000 euro. Dus eigenlijk ook voor een hele bijzondere auto, waar er maar, ik dacht even uit mijn hoofd, tussen de 800 en 900 zijn gemaakt. Nog steeds een hele, hele bijzondere auto. Het chassis is helemaal van aluminium gemaakt. Ja, ja. En als je de kap open doet, het is allemaal echt wel super mooi gemaakt. Nou, ik denk dat menig kijker al een beetje zat te spieken van wat staat er voor geels in het midden. Want die valt natuurlijk wel op. Daar kunnen we niet omheen. Is het een dummy of waar kijken we naar? Ja, het is een Formule 1 auto die echt heeft gereden. Wat Renault Sport deed, die bouwde zeg maar de chassis die ze gebruikten door het seizoen heen. Bouwden ze om naar displaymodellen, dus zonder motor, voor eigenlijk hun importorganisaties. En heel veel andere merken, die gebruiken allemaal dummies. Maar dit is gewoon echt een auto die, ik moet me er nog iets beter in verdiepen, maar die in 2005 één of twee races door Jensen Button is gereden. Okay. En dan moet het ook een R25 zijn. Maar wat ik gewoon aan zo'n auto echt heel mooi vind, is dat de manier waarop die gebouwd is met alle carbon, alle aandacht voor de details. Maar één stap terug, hoe kom jij aan zo'n auto? Nou, in 2013 was Renault Nederland, dat was eigenlijk nog een beetje in de crisis.
die was zijn balans aan het opschouwen. Dus moest eigenlijk alle activa moesten van die balans af. Dus toen was ik gelukkig de eerste die spelde of ik hem wilde kopen. En dat wilde ik wel. Dus, het is een apart telefoontje, lijkt me wel. Ja. Maar... ja, het is gewoon een supermooi object. Net wat je zegt, waar je die auto op neerzet. Mensen kijken er naar aan. Ja. Naar, en, maar jij noemde net Jensen Button, maar ik zie hier ook een bekende naam. Klopt. Klopt. Wat er met dit soort auto's gebeurde is dat als de livery zeg maar niet meer actueel was, dan werd die eigenlijk omgekat naar een actuele livery. De livery die er nu op zit, is denk ik de livery van 2013. Ja, ik snap het. En daarom dat Kubica en Petrov erop staan. Ja, maar Button heeft er dus echt in gereisd. Ja. En hebben we met deze Alpine het mooiste voor het laatst bewaard, vind jij? Of? Ja, voor mij persoonlijk wel. Ik denk dat dit qua design gewoon een van de mooiste automotive designs eigenlijk die er ooit zijn geweest. Ja, prachtig. En zeker ook in voortgezet in 2018 weer in de nieuwe Alpine. Dat vind ik eigenlijk ook wel heel goed gedaan. Ja. Mooi gedaan. Mooi eerbetoon. Zeker. Ja. Alleen het grappige is als je de auto's naast elkaar zet, dan is dit echt een mini. Ja. Vergeleken bij de 2018 Alpine. Waarom deze auto mij vooral aanspreekt, is hij weegt 725 kilo. Het is echt, hij is echt puur gemaakt om te kunnen rijden. En de vorm is eigenlijk meer een afgeleide daarvan. Dit specifieke exemplaar, dit is een 1600 SX, die werd eigenlijk gemaakt in 1976 en 1977. Er zijn er 387 van gemaakt, dus daar is het wel een hele bijzondere auto. Op het moment dat die uitkwam, was die eigenlijk een beetje ondergewaardeerd, omdat Alpines hadden 125, hadden 140 pk. En deze had maar 95 pk, dus eigenlijk al die auto's die toen op de markt kwamen, zeg maar 95% daarvan, van de 110's, werden verbreed, werden zwaardere motoren ingezet met dubbele carburateurs en alles. Oké. En dit is wel een auto die ik heb moeten restaureren, omdat een Alpine in de toestand zoals ik hem graag zou willen hebben, is gewoon echt enorm moeilijk te vinden. Dus ik heb deze auto gerestaureerd. En toen was ik ook wel een beetje in de verleiding om er gewoon een hele dikke motor in te leggen en de dingen aan te doen. Alleen gelukkig heb ik dat niet gedaan. Dan is die gewoon nog echt helemaal zoals die toen uit de fabriek kwam. Met ook nog dezelfde originele bekleding erin. Ja, vind ik heel leuk. En ook als je hier onder de motorkap kijkt. Het is gewoon eigenlijk helemaal origineel. Ja. Zo'n auto die weegt, heeft 95 pk en op zich voor 725 kilo is dat eigenlijk ook prima. Voldoende. Dus een auto rijdt gewoon om een toerit mee te maken of zo. Is het een fantastische auto. Ik heb hem ook een paar keer op een rit naar Zuid-Frankrijk gebruikt. En daar in de bergen is dit echt waanzinnig om te rijden. Is dit een echte stuurmansauto ook? Qua... Dit is een absolute stuurmansauto. Ja. Ja. Het gewicht bij zo'n auto, dat bepaalt eigenlijk alles. Ja. Ja. En dat maakt hem gewoon heel bijzonder. Ja, en bij velen geliefd denk ik ook wel. Ja. Hè? Ja. Ja. Fransen herkennen dit wel als iets bijzonders. Ja, en terecht. Ja. Nou, ik denk dat we hiermee ook aan het einde van de tour zijn gekomen. Natuurlijk genoeg moois te zien. Ook nog te zien hier in het museum, hè, voorlopig. Maar je gaat wel het een en ander van de hand doen, begreep ik. Ja, dat klopt. Ik ben op dit moment bezig om eigenlijk alle auto's in topstaat te brengen. Sommige auto's worden nog aan de onderkant schoongemaakt. Ik heb gewoon een behoorlijk lange tijd, sommige auto's meer dan 20 jaar, voor gezorgd. En het is gewoon een moment gekomen dat ik zeg, ik wil niet meer zo'n uitgebreide collectie hebben en ook zorg eraan besteden. Onderhouden, dat soort dingen. Ja, dus, en ik vind de auto's verdienen gewoon om weer in bezit te komen van mensen die er ook weer een lange periode gewoon goed voor gaan zorgen. Het zijn allemaal wel, of bijna allemaal, best wel hele unieke auto's. Ja, het verdienen dus, ze. Dus als we daar de juiste mensen bij vinden die zeg maar financieel en emotioneel die auto's waarderen, dan vinden we een nieuwe eigenaar voor ze.
Nou ja, mocht jij dus zitten kijken en je denkt, ik voel me aangesproken, want ik kreeg warme gevoelens bij dat model of die auto, dan zou je Chris kunnen berichten en wie weet. Okay. Onwijs bedankt dat we dit nog zo even bij elkaar mochten zien. Ik vind het een fantastische collectie. Ja, nou en, superleuk. Bedankt voor de tour. Hartstikke gaaf om het toch even te laten zien. En ja, zie je zo te hebben staan. Leuk, dankjewel.